Welkom allemaal, ook namens mijn collega's Hilde, Jaap en Alexander. Vanavond is onze spreker Alexander van der Butt. Dat is eveneens ook een collega van ons, die is archeoloog bij Landschap Erfgoed Utrecht. Hij gaat zich zo meteen zelf ook helemaal uitgebreid voorstellen hoor, dus dat kan hij beter dan ik. Zoals jullie al door hebben gekregen, de lezing duurt ongeveer een uurtje. Halverwege hebben we een hele korte pauze, dan kan je heel even snel wat drinken halen of even plassen. Daarna beginnen we weer en om 9 uur zal het ongeveer klaar zijn en dan hebben we ook een vragenronde. En mijn collega Hilde die verzamelt vragen via de chat. Die kun je gewoon tijdens de hele lezing in de chat stellen. Wij verzamelen ze en gaan ze aan het einde voorlezen. Dan is ook de mogelijkheid om gewoon even je vraag toe te lichten. Maar dan noemen we je vraag op en je naam. Dat wijst zich zo meteen allemaal wel vanzelf. Maar vragen kunnen dus via de chat. Nou, volgens mij kunnen we dan gaan beginnen. Alexander, ben je er klaar voor? Zeker. Ja, dan geef ik graag het woord aan jou. Jongens, dit gaat een leuk feestje worden. Iedereen, hartelijk welkom op deze avond en welkom in mijn studeerkamer, dames en heren. Want we gaan een leuke uur tegemoet waar ik jullie iets ga vertellen over mijn boek Weden Overwonnen, een half jaar geleden verschenen. Goed, het boek gaat alle kanten op, er is veel te vertellen, dus ik ga lang niet alles dit uur uitleggen en vertellen, want ja, dat kan je gewoon ook lezen hierin. Dus ja, hiermee ga ik een leuke start maken. Ik ga ook de presentatie nu opstarten. Een momentje, komt-ie. Jullie zien allemaal nu mijn schermen. Even kijken, gaan we die ook even groter maken. Ja. En dan kunnen we van start. Kijk eens, daar is die. Weden overwonnen, Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen. Nou, dit gaat een leuk uur worden. Voordat ik jullie over het boek meer ga vertellen, ga ik jullie even kort iets over mijzelf vertellen. Nou, zoals Willemijn aangaf, ik ben Alexander van der Bunt en ik ben werkzaam als archeoloog bij Landschap Erfgoed Utrecht, waar ik allemaal zaken doe als het meldpunt archeologie voor de provincie Utrecht. Ik ben onder andere projectleider voor het netwerk Romeinse Limes van Utrecht, waar we allemaal mooie dingen doen met musea, ondernemers, mensen die graag iets met de Romeinse tijd willen doen in de provincie, waar we dus ook podium, netwerk verbieden, maar waar we ook nu ook bij Landschap Erfgoed Utrecht hele toffe projecten doen, zoals de Archeobrigade, waar wij rijksmonumenten in de provincie Utrecht opknappen. Een aantal voor een leuk pilotproject. Nou goed, naast mijn werk als archeoloog ontplooi ik ook heel veel andere dingen naast mijn werk. Zo heb ik dus ook naast mijn werk voor uitgeverij Omnibook Weden Overwonnen geschreven. En ben ik ook fotograaf. En, dus ik reis ook regelmatig door Nederland, Duitsland, België. Dat zit de afgelopen half jaar niet echt meer in. Maar maak ik ook mooie foto's die ik gebruik voor exposities, voor artist impressions, van alles. En daar hoop ik komende tijd ook meer daarvan te laten zien. Maar goed, het is geen uur om veel over mijzelf te vertellen. Dus we gaan ook meteen door, want ik ga ook komend uur de vaart er volop inhouden. Maar goed, we leven ook in een hele leuke week, want zoals jullie misschien weten, is afgelopen weekend de nieuwe hitserie Barbarians, of in het Duits Barbaren, uitgekomen. En de slag om Teutoburger Wald komt zeker ook langs in deze lezing als een van de meest markante gebeurtenissen in de Romeinse geschiedenis in de Lage Landen. Dus ja, mocht je helemaal gegrepen zijn door dit verhaal en wil je meer zien en echt spektakel en bloedvergieten zien, ga gewoon ook lekker deze serie op Netflix binge-watch. Superleuk. Gaan we meteen over het boek hebben. Want veel mensen, sommige mensen in de zaal die ik zag binnenkomen, kwamen heel erg bekend voor. Sommigen hebben het boek al, sommigen niet. En de mensen die mij kennen, die zitten al van, Alexander, Weden Overwonnen, dat is helemaal geen titel die met de Lage Landen te maken heeft. Dus ja, joh, hoe zit dat? Maar goed, ga ik jullie uitleggen. Weden Overwonnen gaat terug naar de 4e eeuw voor Christus. En dat is een uitspraak die door de Romeinse geschiedschrijver Livius in de mond wordt gelegd bij een Keltische koning genaamd Brennus. Nou, in de 4e eeuw is Rome nog heel klein. Behelst het ongeveer Italië, Midden-Italië, is de kleine republiek. En ten noorden van dat Romeinse republiek in de Po-vlakte woonden de Po-Kelten, de stam van de Senones. En die hadden hun oog gelegd op dat mooie Rome. En dat zijn ze gaan plunderen, gaan aanvallen en van alles. En de Romeinen worden ook in een veldslag verslagen. Ik zie mensen de room binnenkomen. Heel goed, welkom.
Nou goed, de Romeinen worden verslagen, Rome wordt geplunderd, geplatbrand en alleen de Capitolijnse heuvel blijft hun verdediging houden. En de Romeinen die zien dan hun stad helemaal ten onder gaan en denken van, ja jongens, die Kelten, daar moeten we vanaf, die moeten weg in die stad, hoe kunnen we hier dit doen? En bij een klein onderhoud komen ze tot een deal met koning Brennus. En die zegt dan, als jullie willen dat wij weggaan, moeten jullie ons een goudschat van 1000 pond betalen. Nou, met tegenzin gingen die Romeinen akkoord en gingen uit alle hoeken en huizen verzamelen wat ze konden vinden. En voordat ze konden knipperen, had Brennus al een weegschaal laten neerzetten, waar ze dat goud konden afwegen. En nou goed, met een tegenzin werd het goud afgewogen, maar toch zat de Romein dat niet lekker en zagen ze dat die Kelten aan het klooien waren met die weegschaal. En zeiden ze van, nee jongens, jullie zijn bedriegers, jullie verspelen vals. Waarna Brennus zo boos werd, zijn zwaard trok op die weegschaal gooide, waardoor die weegschaal doorsloeg en de fameuze woorden Ve Victus, wee de overwonnen, uitsprak. Jullie zijn onderhevig aan mijn genade en geen van anderen, en jullie kunnen geen enkele clementie verwachten. Nou, dat is dus heel teken voor die situatie. Op dat moment neemt het verhaal nog een turn. Een zijslag dat er opeens een kolonne meer Romeinse troepen om de hoek komen en uiteindelijk de Kelten verdrijven. Nou goed, dat is waarschijnlijk niet gebeurd in het verhaal, want ja, dat zijn allemaal van die verhaalelementen die de Romeinen gebruiken om schande uit het verleden weg te poetsen. Maar goed, dit is een moment in de geschiedenis van de Romeinen die heel tekend is. Dit is een van de weinige momenten dat zij daadwerkelijk ook verslagen. En dan ook echt in hun eigen thuishaven. En dit is het moment dat de Romeinen zeggen, nooit en te nimmer zullen wij bekend komen staan als de overwonnenen. Voortaan zullen wij als overwinnaars door het leven gaan. En je zou bijna kunnen stellen dat heeft bijgedragen aan een soort barbarofobie. Angst voor buitenlanders, angst voor noordelingen, de barbaarse wereld die het op de geciviliseerde Rome hebben gemunt. En je kan zelfs stellen dat het heeft bijgedragen aan het beschavingsoffensief, het agressieve beschavingsoffensief, waar de Romeinen ja, eeuwenlang bekend om staan. En ja, weet je, met die ingang gezegd hebben, komen we dan een beetje in onze contraien. Het beeld wat wij kennen van de Romeinse geschiedenis is dat de Romeinen tot aan de Rijn komen en ja, daar ontplooit zich het Romeinse Rijk aan de zuidkant van die Rijn. En ten noorden van de Rijn heb je het barbaarse Germaanse noorden, wat ongeciviliseerd is, waar je eigenlijk beter als Romein niet komen. Maar goed, dit is het klassieke beeld zoals we dat kennen. Dat is ook waar de UNESCO mee bezig is. Dat is echt geïnt op die limesgrens zoals we dit zien. En ja, wat denken we dan aan die limes, aan het grensgebied wat dwars door Utrecht loopt? Want ja, de Rijn liep toen anders dan nu. Die liep toen van Arnhem richting Utrecht en via Utrecht bij Katwijk in de zee. Dat was de grens van het Romeinse Rijk. En als we naar die limes kijken, hoe zag die er dan uit? Nou, dan moet je een beetje dit voorstellen. Je hebt dan een aantal castella in het westen van Nederland, beginnend bij Katwijk. En in Utrecht hebben we dan bijvoorbeeld Woerden, Leidse Rijn in Utrecht, Bunnik, Fort Vechten. En dat zijn dus allemaal grote forten waar militairen werden gehuisvest. In eerste instantie houten forten en vanaf de tweede eeuw worden dat stenen forten. Nou, om de zoveel 100 meter hebben we dan de wachttorens die de wegen en ook het water beveiligen. Maar we zien ook iets leuks en interessants gebeuren rondom die Romeinse nederzettingen, is dat namelijk ook de inheemse bevolking reageert op de aanwezigheid van die Romeinen en de nieuwe infrastructuur die zij met zich meebrengen. En dat zijn de zogenaamde Fiki. Nou, je ziet ze op deze afbeeldingen. Dat zijn die soort Wild Western-achtige straten die je daar ziet. En dat zijn de plekken waar vrouwen, kinderen wonen van soldaten, maar waar ook handelaren, reizigers naartoe komen om geld te verdienen en te handelen met die Romeinen. Maar dit is het beeld wat wij voornamelijk kennen van de Romeinen in Nederland. En daarnaast hebben we dan nog de inheemse bevolking. De Germanen, de Kelten, beter gezegd de Bataven, de Kanalevaten, de Friezen en nog vele andere stammen. En die kennen we voornamelijk uit een paar bronnen. Veel van wat ik schrijf zeggen mensen van, ja maar Alexander, hoe weet je dat dan? Dat ga ik hier vertellen. Er zijn twee bronnen in de vroegere Romeinse geschiedschrijving die ontzettend belangrijk zijn. Dat is bijvoorbeeld Julius Caesar over de Bello Gallico, de veldtochten die hij voert in Gallië. Nou, die zijn ontzettend invloedrijk voor films, boeken, toneelstukken van alles. Maar degene die het meest vertelt over onze contraien is Cornelius Tacitus. Nou, Tacitus
is een man, die is in Zuid-Gallië geboren, in de buurt van Marseille, komt uit een rijke redenaarsfamilie. En zoals het iemand van zijn stand betaamde, volgde hij een opleiding in Rome, waar hij de opleiding tot redenaar volgde. Op zijn 14e heeft hij dus ook de Bataafse opstand meegemaakt, het jaar 69, waar ja, de Bataven in opstand kwamen en ook een fikse burgeroorlog gaande was in het Rijk. En zijn carrière daarna als politicus heeft hij dus ook te danken aan die crisis in zijn jeugd. Dat zijn namelijk de eerste generaalkeizers, waaronder keizer Vespasianus, Titus en Domitianus. En dat is waar Tacitus zich als politicus ontplooit. Nou, uiteindelijk na die periode raakt zijn politieke carrière in een impasse. Want ja, er komt weer een grote dreiging van de burgeroorlog. En dat is het moment dat Tacitus zich gaat richten op de geschiedschrijving. Nou ja, aan het einde van zijn politieke carrière is hij dus ook gouverneur geweest van België. En dat is het moment waar hij waarschijnlijk zijn interesse heeft gekregen voor de Germaanse volken. En tegen de tijd dat keizer Trajanus aan de macht komt, dus dan zitten we in het jaar 98 na Christus, publiceert hij een van zijn eerste werken en dat is de Germania. En dat is dus een handboek over hoe ga je om met de Germanen en wat voor gebruiken heb je daar. Nou, daar vertelt hij ons alles over openluchtheiligdommen, hoe ze daar woonden, dat de Germanen geen steden hebben. Ja, want barbaren wonen toch niet in steden, want ja, zo is dat nou eenmaal geregeld. Maar hij vertelt ons ook alle stammen, al hun gebruik, dat staat allemaal in zijn Germanië. En daardoor weten we ontzettend veel over de Germanen. En sommige dingen die hij zegt zijn heel propagandisch. Van, ja, dit is toch een barbaars gebruik, dat valt te gebruik van barbaren. Dat is dus een soort eigentijdse propaganda. En op andere zaken wordt hij bevestigd door archeologie. Dus dat is heel tegenstrijdig in zijn werk. Nou goed, wat wil ik komend uur met jullie gaan doen? Want de eerste 10 minuten zit er alweer op. Zo snel gaat het. Ik wil jullie graag meenemen kort naar de Gallische veroveringen van Julius Caesar. Daarna wil ik iets vertellen over de beginperiode over de Romeinen in Nederland onder de heerschappij van Drusus de Oudere, de stiefzoon van keizer Augustus. Waarna ik jullie meeneem naar zijn zoon Germanicus, de wreker van Germanië en de aartsrivaal van Arminius. Velen kennen zijn naam hier. Dat is ook van de serie op Netflix, Barbarians. Maar goed, ik wil ook graag een aantal eigentijdse perspectieven aan bod laten komen die iets meer vertellen over ook de inheemse bevolking in onze contraille. Dat is namelijk het verhaal van Julius Scyphilus, de Bataafse leider van de Bataafse opstand, maar ook een vrouwelijke karakter, namelijk Veleda, de zieneres van de Bructoren, die niet alleen de Bataafse opstand had voorspeld, maar ook uiteindelijk een van de belangrijkste raadgever wordt van keizer Vespasianus. Dus hoe dat gaat, dat ga ik jullie in dit uur vertellen. Nou, het moment dat Nederland voor het eerst op de kaart verschijnt, is in de tijd van Julius Caesar. Tot die tijd zijn er helemaal geen geschreven bronnen over onze contraille. Daar hebben we het gewoon allemaal van DNA-onderzoek, van wat de archeologie ons te bieden heeft. Dat zijn de enige zaken waar we ons iets kunnen, een voorstelling kunnen maken van het verleden. En Julius Caesar doorbreekt die barrière en heeft een aantal dagboekverslagen nagelaten, waardoor we ontzettend veel weten over dit gebied. En dit is dus een kaart die ik jullie hier laat zien. En dit is hoe het gebied van België of de zuidelijke Nederlanden ten tijde van Julius Caesar eruit heeft gezien. Nou ja, nadat Caesar weg is in Gallië, is dit allemaal weer helemaal veranderd. En dat heeft te maken met een verraad die wordt gepleegd door koning Ambiorix. Dat is de koning van de Eburonen. U ziet de naam van de Eburonen onder de Maas staan. En nou goed, vlak voordat Julius Caesar naar Engeland ging, heeft hij zijn legers laten inkwartieren in België en moesten de stammen daar graan eten leveren aan de troepen. Dat pikte ze niet. Ambiorix die verzon een list en wist een legioen daardoor helemaal te verslaan. En Julius Caesar moest dat niet hebben en die zonde op wraak. En in het jaar 53 wordt half België en inclusief de hele stam van de Eburonen van de aardbodem weggevaagd. Er blijft niks meer over van die stam. En dat van de littekens van die burgeroorlog uit de Gallische oorlogen, daar zullen de Romeinen nog echt decennia moeite mee hebben gehad om de lage landen of het zuidelijke deel van de lage landen weer te herbevolken.
Maar goed, na de Gallische oorlogen, waar ik niet lang bij wil stilstaan, breekt er een hele interessante periode aan. Dus dan moet je denken, pakweg de periode van 50 tot 12 voor Christus. En de Romeinen hebben Gallië veroverd en die willen graag dat gebied behouden. En wat doe je dan? Ja, weet je, die mensen die hebben hun eigen gebruiken, daar moeten vanaf. Dus die Romeinen beginnen een beschavingsoffensief. Die beginnen met het bouwen van veteranenkolonies en allemaal listige manieren om de Galliërs naar hun steden te lokken. Nou, de Galliërs leefden heel anders. Die hadden heuvelforten, die hadden steden op voorouderlijke terreinen, die hadden zogenoemde pagi, en dat moest weg. Dus wat die Romeinen deden, die gingen dus allemaal steden en nieuwe wegen bouwen. En dit is de periode waarbij steden als Tongeren, Parijs, Langres, Bordeaux, die ontstaan allemaal in deze periode. En heel grappig gezegd, net zoals ja, wat wij nu hebben met nieuwbouw, die allemaal meteen hoppa verkocht zijn, ging dat in de Romeinse tijd niet zo. Veel van die steden bleven lange tijd dun bevolkt en zouden pas ruim ja, 2 eeuwen succesvol worden. En de tactiek daarvan was, als wij nou gewoon ook de aristocratie van de Galliërs goed laten reageren op die Romeinse uitnodiging door hun status, goede functies te beloven, dan zal die bevolking ook goed volgen. En daarnaast wilden ze ook veel van de lokale bevolking in het leger stoppen. En als ze dan dus ja, 25 jaar in het leger dienden, zouden ze het befaamde Romeinse burgerrecht krijgen, waardoor ze konden trouwen, land konden kopen en dus ook konden opklimmen in de Romeinse hiërarchie. Nou, dit is dus het begin van de Romeinse beschavingsoffensief, als ik het zo mag noemen. Het woord romanisering gebruiken wij tegenwoordig niet meer als archeoloog. Maar goed, dan terug in Nederland, want ik vertelde jullie net, ja, België, daar heeft een genocide plaatsgevonden. En daar is gewoon heel veel veranderd in die tijd. En aan keizer Augustus komt het dan om de hele lage landen opnieuw te herschikken. En wat hij dan heel slim doet, is dat hij vanuit Germanië allemaal stammen probeert binnen te laten in het Belgische gebied. Om te zorgen dat zij loyaal aan Rome worden, dat het ook loyale Germaanse stammen aan Rome, maar ook een soort bufferstaat probeert hij een hele nieuwe grensbarrière te creëren. En dit is ook het moment waar de Bataven ten tonele verschijnen. Nou, jullie zien onderin, rechts onderin mijn kaart, zien jullie de stam van de Katten staan. Nou, dat zijn de voorouders van de Bataven. Daar stammen zij van af. Dat is een stam die onderling ruzie krijgt, een deel van de stam scheidt zich af. De Romeinen zien dat en die denken van, nou, we weten dat dit goede krijgers zijn. Die hebben ook in de Gallische oorlogen gestreden aan de tijd van Julius Caesar. Dit zijn goede mensen, die kunnen we hebben. En we hebben daar een goed plekje voor en dat is de Betuwe. Die mensen komen daar in een terrein waar dan allemaal verschillende groepen wonen, overblijfselen van de Ebelen wonen. Die nemen dan de identiteit van de Bataven aan. Daaraan komen ook nog een andere stam, de Kanaanevaten. Die zouden ook afstammelingen zijn van dat een en dezelfde volk. En dit is het moment waar zij dus als immigrant een nieuwe identiteit aannemen. Nou, de discussie is altijd nog, waar komt het woord Bataven vandaan? Waarschijnlijk heette de Betuwe destijds Betau. En zou dus het woord Batavi, Batavi, Betuwe vandaan komen. Maar goed, wat moeten we voorstellen bij de Bataven? Veel krijg je de vraag van, ja, dat waren toch gewoon barbaren of mensen in ja, huiden. Maar goed, echt dat stereotype barbaarse beeld. En als ik dus over Bataven praat, en ook in bepaalde zin als we over de Kanaanevaten en alle stammen die door het zuiden worden, moet je dit een beetje een voorstelling van maken. Veel van die volken die zich gingen vestigen langs die Rijngrens, die reageerden heel goed op die Romeinse uitnodiging. En die namen dus ook heel snel veel elementen over uit die Romeinse samenleving en maatschappij. Dus zo ook in die militaire uitrusting. Dus hier zie je allemaal uitrustingstukken die ontzettend geromaniseerd zijn, maar waar je ook nog steeds heel veel elementen uit hun Germaanse oorsprong ziet. Wat heel grappig is, in oorlogsvoering zie je dat de Bataven heel veel in tactieken overnemen, maar zodra het aankomt, als ze terugkeren naar hun eigen land, blijven ze niet in de steden, maar gaan ze weer juist weer terug naar het platteland en worden ze in feite archeologisch onzichtbaar en keren ze weer terug naar hun eigen ijzertijdroutes. Maar als je het hebt over oorlogsvoering en hulptroepen in over de Bataven, dan hebben deze mensen er ongeveer zo uitgezien. Dus houd dat vast. Maar goed, hoe ziet Nederland eruit in die tijd? Nou, de Romeinen die creëren ook heel veel nieuwe dingen. Bijvoorbeeld hier rechts zie je een nieuwe hybride
een religie die zich ook weer in onze contraien ontwikkelt. Dit is bijvoorbeeld een reconstructie van de tempel van Elst, waar de godheid van Hercules Magusamos werd gehuisvest. En dit is dus een nieuwe tempeltype wat in onze contraien voorkomt, wat wij dan als archeoloog de Gallo-Romeinse tempels noemen. En zo komen er ook weer nieuwe godheiden bij in onze regio, die een soort hybride vorm zijn van Romeinse en Germaanse godheden. En daar is Hercules Magusamos het meest fameuze beeld van. Nou goed, de Romeinen brengen dus die forten, die fiki, wegen, van alles. Dus dat verandert helemaal het aanzicht van Nederland. Maar tegelijkertijd gaat de prehistorie zoals het in de late ijstijd ging gewoon in Nederland door. Dus het beeld wat u hier links ziet van woonstelboerderijen, 1, 2 en 3 beukenhuis, dat ging gewoon door. En dat zijn twee werelden die naast elkaar bestaan en gedurende die hele oudheid in Nederland gewoon blijven bestaan. Goed, de Bataven die blijven niet alleen bijvoorbeeld in de Betuwe. Die zijn echt niet betrokken op hun eigen contraien. Maar die komen ook meteen in heel veel plekken in het Rijk tegen. En een van de meest fameuze plekken waar we de Bataven tegenkomen is als de keizerlijke lijfwachten van Augustus. Veel mensen die in Rome wonen zagen de Bataven al. Die waren een kop groter dan die Italianen en die droegen prachtige harnassen. En ja, die maakten gewoon ook een imposante indruk waar ze ook over voorbij kwamen. En als je een vervelende klus had in Rome, in Italië, je wilde belastingen gaan innen, nou, dan stuurde je daar een cohort Bataven op af en de taak werd geklaard. Maar goed, we gaan naar het jaar 12. En dit is een scharnierjaar waar veel gebeurt. En als je boek over de oudheid opslaat, dan kom je het vaak het jaar 12 tegen als waar de oudheid in Nederland begint. En er wordt nooit echt een exacte uitleg gegeven waarom dat is. En dat heeft met deze manier links te maken, en dat is Drusus de Oudere. Zijn naam is een beetje misleidend, want hij was hartstikke jong. En hij was toen 22 toen hij hier in ons contrij liep. Maar hij is de stiefzoon van keizer Augustus en hij was belast met het verder uitrollen van het beschavingsoffensief, maar met een nog veel grotere taak had hij toen bedeeld, en dat is namelijk de verovering van Germanië. En de oudste forten uit die periode die wij kennen in deze tijd is bijvoorbeeld Fort Vectio in Bunnik en Fort op de Hunneberg in Nijmegen. En vanaf hier doet hij er 3 jaar over om zijn expeditie naar het noorden voor te bereiden. En dat is een hele lange tocht geweest. Die begint ook vanuit het Utrechtse en het Gelderse gebied. En Drusus heeft allemaal dammen laten aanleggen, waardoor hij de rivieren kon beïnvloeden en waarschijnlijk een doorgang langs de Rijn door de Vecht mogelijk was via een voorloop van het IJsselmeer, het Flevomeer door de Waddenzee, waar hij niet in de zomer van het jaar 12 niet alleen Friesland, Groningen, maar ook Noordwest-Duitsland en Denemarken heeft aangedaan. Nou ja, de ene naar de andere stam die gaf zich over of ging bij de Romeinen. Hij heeft in het binnenland van de Germanen een aantal kleine veldslagen uitgevochten. En ja, dit was echt een fikse expositie. En als je dit in een beeld moet uitdrukken, dan ken je allemaal wel de film Troy. Als je dan op een waddeneiland zit, dan kan opeens dit langs varen. Zo'n vloot. Dus dat moet echt een imponerende indruk hebben gemaakt. Wat wij veel lezen in de bronnen is dat de mensen die hier wonen, dat ze wonen hier in tamelijk armoedige omstandigheden. Hun huizen lijken op omgekeerde schepen en het is allemaal gewoon armoedig, nat en treurig. En goed, dat is dus allemaal Romeinse propaganda. Als je in de archeologie kijkt, zie je dat de mensen bijvoorbeeld in Friesland, Groningen, zich wel degelijk hebben aangepast aan dat landschap en dus ook gewoon terpen konden aanleggen en ook gewoon een goede economie en een goede infrastructuur daar zelf op houden. Dus dat zijn wel dingen die wij tegenkomen die anders zijn versus de bronnen. Goed, Drusus keert nog vele malen terug naar Germanië. En dit leidt toe dat de Romeinen in een fors tempo het Germaanse gebied weten te veroveren, maar komen ook in aanraking met volken, stammen waar ze nog nooit van hebben gehoord, ook de meest akelige en brute gebruiken die ze meemaken. Dat is allemaal orde van de dag voor de legioenen die zich in Rome begeven. Het plaatje hier is dus
het Romeinse Rijk in het jaar 9. Nou, ik vertelde net over de veldtocht van Drusus de Oudere, ruim 20 jaar eerder. En de Romeinen die kwamen echt wel degelijk ver. Bijvoorbeeld Drusus is tot aan de Elbe gekomen. Zijn oudere broer Tiberius heeft later na zijn dood, want hij is ook gestorven 4 jaar later, in het jaar 9 voor Christus, in Germanië. En er zijn verschillende belangrijke personen die het stokje overnemen om Germanië in te lijven in het Romeinse Rijk. Maar goed, het beeld wat wij vaak vertellen in de Romeinse geschiedenis is de Rijn. Dat is de grens van het Romeinse Rijk en dat is waar, tot aan waar de Romeinen zijn gekomen. Dus goed, om goed in de oren te knopen, die Romeinen kwamen veel verder dan de Rijn. Dus als je dat in de krant leest, onthoud het vooral. Want de Romeinen hadden het helemaal niet op die Rijn, vonden ze helemaal niet interessant. Ze wilden tot aan de Elbe komen en nog veel verder. En het jaar 9 na Christus is een scharnierpunt wat alles verandert. En dit is een moment waar de Romeinen al druk bezig zijn met het bouwen van wegen. Ze hebben al grote plannen voor steden. Ze hebben langs de Lippe en andere rivieren heel veel depots gebouwd om campagnes verder naar het Germaanse binnenland voor te bereiden. Dus kortom, alles lag klaar om Germanië om te vormen tot een Romeinse provincie. Totdat het noodlot toeslaat. Wat er gebeurt in het jaar 9? De Romeinen onder leiding van Augustus en Tiberius, die willen een grote campagne naar Tsjechië ondernemen. En in Germanië wordt het jaar daarvoor een man aangesteld genaamd Quintilius Varus. Maar Varus is befaamd ook in zijn eigen tijd, omdat hij ooit de gouverneur van Syrië is geweest. Nou, toen hij gouverneur van Syrië werd, was dat een van de rijkste en machtigste provincies in het Romeinse Rijk. Toen hij wegging, een van de armste provincies. Maar goed, hij kreeg jaren later, nadat hij weer in de gratie van de keizer was gekomen, een herkansing. Hem werd een prins geplaatst als officier genaamd Arminius. Ik ga even een plaatje terug, want Arminius is een gijzelaar van de stam van de Cherusken. Dat is een naam die jullie hier midden Germanië ziet. En er was een periode dat veel van de stammen werd gevraagd om gijzelaars te leveren aan de Romeinen, zodat ze in Rome, onder het gezag van de keizer, een Romeinse opvoeding konden genieten om ooit terug te keren en op Romeins gezag uit te rollen in Germanië. Maar dit mocht niet zo zijn. Arminius zag hoe de Romeinen toch wel best wel hardhandig in het gebied van zijn voorouders te werk ging. En hij had een keuze. Ga ik hiermee verder of ga ik mijn broeder steunen? En hij koos voor het tweede. In het geheim plotte hij een complot om de Romeinen om de tuin te leiden en eens en voor altijd te verslaan. Wat hij deed, hij zette een opstand voor bij de stam der Marsen. En tegen het einde van het campagneseizoen, een beetje eindzomer, werd tegen Varus gezegd van, we kunnen terug naar onze winterkwartieren gaan aan de Rijn. Maar als we dat toch al doen, kunnen we net zo goed door het gebied van de Marsen gaan, in het gebied van Teutoburger Woud. En dan kunnen we ook meteen die opstand de kop indrukken. En dan komen we meteen met opgeven hoofd en als veroveraar weer thuis. Nou goed, Varus die geloofde zijn officier en ging die route in. En voordat hij kon kijken op de route was Arminius al lang van zijn zijde weg om zijn flanken te beschermen. En werden de Romeinen van alle kanten bestormd. Waar in een week tijd, dus niet in de serie Barbarians, wat het in één dag was. Nee, in een week tijd drie legioenen werden van de kaartbodem weggevaagd. Dat is dus kortom een leger tussen de 15 tot 18.000 soldaten. En als je dit mag vergelijken met een ramp, eigentijds ramp, is dit de World Trade Center van de antieke tijd in onze contraien. Waarbij dan Arminius eigenlijk de soort van antieke Osama Bin Laden is in Germaanse vorm. Goed, hebben die Romeinen daarbij gelaten? Dit is een beetje spoilers voor de mensen die de serie gaan kijken. Maar de Romeinen hebben het daar niet bij gelaten. Uiteindelijk werd de zoon van Drusus geïnstalleerd hier als de nieuwe gouverneur van Gallië. En ook met het bevel van Augustus en later zijn broer oom Tiberius om Germanië wederom opnieuw te veroveren. En dat is ook wat ze deden. De Romeinen hebben echt genadeloos teruggeslagen in Germanië. En in het jaar 14, dus 5 jaar na de Varusslag, komen ze dus ook terug op de plek van Teutoburger Woud, waar ze allemaal dingen zien. Dus een beetje
de MH17 van de oudheid. Je komt in die bossen, je ziet overal nog uitgebleekte botten, harnassen, altaren, opgehangen lichamen in bomen. Het moet ontzettend akelig zijn geweest. Al die mensen werden geborgen. Er werd zelfs een soort van tumulus, een heuvel aan hen opgeworpen als heiligdom. En ja, de Romeinen gingen daarna nog wraakzuchtiger als ooit tevoren aan de slag in Germanië. Dat leverde een fikse strijd op tussen Arminius en Germanicus. Maar uiteindelijk op het punt dat Germanicus mogelijk Germanië kon veroveren, werd hij teruggefloten. En dat betekende in het jaar 17 het einde, het definitieve einde van de Germaanse veroveringen. En besloot Tiberius, omdat deze veldtochten veel te kostbaar waren, om ja, maar die Rijngrens verder te gaan consolideren. Nou, die consolidatie van die Rijngrens die vindt in feite 20 jaar later plaats. Dus aan het einde van het carrière van Tiberius wordt hij opgevolgd door Caligula. Caligula ziet dat in Brittannië, in Engeland, allemaal ja, politieke intriges en dingen aan de gang zijn. En zegt, die kans moet ik benutten. En die begint al met zijn legers voorbereiden en forten te maken in Westland. En goed, zijn troepen willen de oversteek niet maken, waardoor ja, die belachelijke scène is dat zijn troepen de oorlog aan de zee verklaren, waardoor ja, Caligula eigenlijk als gekkie de geschiedenis in wordt geschreven. Maar het is zijn oom en ook zijn opvolger als keizer die de vruchten plukt van de Caligula's voorbereidingen. En dit is het moment dat de limes in Nederland zijn eerste gestalte krijgt. En de oudste forten in Nederland vind je in Zuid-Holland en in Utrecht. En de forten in ten oosten van Nijmegen. Dus de forten van Laurium, Woerden, Vletio, Leidse Rijn, trajecten. En dat zijn de forten die in die periode ontstaan. Maar Vectio is veruit het oudste fort in Utrecht. En dat fort bestond toen al ruim 60 jaar. Dus ja, voor de mensen die bekend zijn met de regio, dit is bijvoorbeeld Castellum Hoge Woerd. Dan kan je nu naar de Archeo Hotspot, waar vrijwilligers echt super toffe projecten neerzetten. Je hebt een mooi museum, een café wat nu helaas gesloten is. En een super mooi theater wat je kan bezoeken. Dus mocht alles weer de coronaproof zijn, ga er vooral heen. Super toffe plek om te zijn en ook een plek waar je veel kan leren. Maar goed, de mensen die bekend zijn met Utrecht, die weten ook dat onder het Domplein ook een Romeins fort ligt. Kan je de ondergrond dat bekijken. Maar ook als je over straat loopt, zie je af en toe van die platen liggen. En als het wat donker is en er komt wat licht uit. Nou, dat is de plekken waar onder de grond de Romeinse resten van de kastellenmuren liggen van het oude Romeinse fort, zoals die heeft gelegen in de tweede eeuw. Dus de stenen muren ten tijde van de Pax Romana. Maar goed, die periode van de opstart van de limes, dus vanaf Caligula, Claudius en daarna Keizer Nero, is voor Nederland een vrij rustige periode. En zelfs met Nero aan de macht, en dat is de laatste keizer van het Julio-Claudische dynastie, kun je zelfs spreken van een soort gouden eeuw. 8 jaren van rust en stabiliteit, totdat in de tweede helft van Nero's carrière hij zich begint te manifesteren als een despoot en ja, hele absurde hobby's erop nalaat. En dit is het moment dat je veel zaken ziet ontstaan als corruptie, uitvetterij van Romeinen in de provincies. En dit is het moment waar je ook opstanden ziet in andere delen van het Rijk. En dit is dus ook de prelude naar de Bataafse opstand in onze eigen contreien, die ook ontzettend tekenend zijn voor onze tijd. Maar om de Bataafse opstand goed uit te leggen, ga ik een beetje hands and forth tussen een aantal informatie, want de Bataafse opstand staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een nog veel grotere crisis, die begint bij de zelfmoord van Nero. Wat er gebeurt nadat Nero zelfmoord heeft gepleegd, daarvoor was er een andere opstand in Aquitanië onder leiding van Vindex om Nero van de troon te stoten en om een meneer uit Spanje daar op de troon te zetten, en Galba, een goede politicus en generaal, en dat mislukte. Maar goed, Nero viel uit gratie, de Pretoriaanse garde verraadde hem, de senaat keerde zich tegen hem, waardoor hij niks anders kon doen en vluchtte naar een villa vlakbij Rome, waar hij door zijn slaaf Faon wordt verraden en hij niks anders kon doen dan zelfmoord plegen en de fameuze woorden zou uitspreken: wat een kunstenaar, sterfte met mij. Nou, wat er daarna gebeurt,
staat in de geschiedenisboeken bekend als het vierkeizerjaar. En dat is de ene keizer doet de greep naar de macht en voordat de een op de troon zit, komt alweer de andere om de andere de kop in te hakken. Nou, dit is even een summiere samenvatting van een veel bredere geschiedenis die ik je even hier ga uitleggen. Als eerste krijgen we Galba aan de macht. Dat is echt een hele aristocratische keizer. En goed, in het noorden heb je dan Vitellius, de gouverneur van Gallië en de Rijnlegers, die ook graag keizer wil worden en met al zijn legers naar Italië opmarcheert. Galba raakt in paniek, wil een erfgenaam aanwijzen naar Otto. Dat is een bondgenoot van hem, die pikte dat niet, die daarbij hem het hof maakte. En die zette de dood van Galba in scène met de Pretoriaanse garde, waardoor hij werd gelinched voor een Romein, waardoor Otto keizer werd van een keizerschap wat was gedoemd om te falen, want Vitellius had een veel groter leger en hij werd verslagen in de Po-vlakte, waardoor Vitellius al meteen de derde keizer werd van het vierkeizerjaar. Goed, zodra Vitellius op de troon zat, was er nog een vierde keizer, dat is namelijk Vespasianus, die vanuit Judea en met de Balkanlegers optrok en uiteindelijk in de Po-vlakte Vitellius wist te verslaan en de burgeroorlog tot een einde te brengen. Maar goed, daarmee was dat niet het einde van het verhaal, want aan het einde van het verhaal had Vespasianus twee opstanden te bedwingen. Dat was de Bataafse opstand die nu op dat ogenblik ver de spuigaten was uitgelopen en de Joodse opstand in Judea. Dus kortom, hij had zijn handen vooraan. Nu gaan we een klein stukje terug in de tijd, een jaar. En dit is het moment waar deze twee mannen de picture binnenkomen. Dat is dus Julius Kifelus en Julius Paulus. Twee fameuze Bataven die jaren ten tijde van Claudius Nero in Brittannië hebben gestreden voor de Romeinse verovering. En aan het einde van hun militaire carrière worden zij beschuldigd van hoogverraad. Wat dat verraad is en waarom, dat leren we niet in de bronnen. Alleen wat we weten uit de bronnen is dat we weten dat het geheel onterecht zou zijn. Dat zijn de woorden van Tacitus. Wat er gebeurt is dat beide heren die van koninklijke afkomst zijn, wordt Julius Paulus wordt ter dood veroordeeld, wordt op de plekken geëxecuteerd en Julius Kifelus wordt naar Rome gedeporteerd om aan het hof van Nero berecht te worden. Maar gewoon zoals je weet, pleegt Nero zelfmoord en tegen de tijd dat Julius Kifelus in Rome aankomt, wordt hij vrijgepleit door Galba en mag terugkeren naar de Betuwe. Maar over Julius Kifelus weten we heel veel. In de bronnen wordt hij neergezet als een ontzettende charismatische leider en zou hij meerdere malen worden vergeleken met de Hannibal van het noorden. Niet alleen omdat hij zo ontzettend slim was en om met minimale middelen grote overwinningen binnen te halen, maar ook het missen van zijn ene oog, wat ook de Hannibal als mankement had aan zijn hoofd. Maar goed, eenmaal terug in de Betuwe, dan gebeuren allemaal dingen. Vitellius die wil graag keizer worden, de hele Rijnlanden worden leeggetrokken. Julius Kifelus komt meerdere malen in opspraak en weet zich een lange tijd koest te houden. Maar dan toch beginnen een aantal dingen te komen die aan de Bataven beginnen te knagen. De Bataafse eregarde wordt ontbonden, wat echt ontzettend veel wrok oplevert. En zodra Vitellius meer troepen nodig heeft in Italië tegen Vespasianus, worden ook nog de Rijnlegers nog verder teruggehaald en worden ook mensen niet meer vanuit vrijwillige aard geronseld. En de Romeinse ronselofficieren gaan ook echt corrupt en ook echt wreed te werk, wat nog veel kwade bloed opwerkt. En op zijn beurt krijgt Julius Kifelus ook weer bericht van de legers van Vespasianus om in opstand te komen tegen Vitellius, zodat de troonbestijging van Vespasianus verder bespoedigd kan worden. Dus in andere woorden, alle ingrediënten om in opstand te komen, de Bataafse opstand zoals we die kennen, wordt letterlijk in de schoot geworpen van Julius Kifelus. Nou, we kennen allemaal dit schilderij, de linker schilderij van Rembrandt van Rijn, wat nu volgens mij in Stockholm ligt, af en toe ook in het Rijksmuseum in Amsterdam wordt tentoongesteld als we het weer te leen krijgen. Maar goed, dit schilderij gaat over de eed van Kifelus. Wat Kifelus doet, hij roept al zijn vertrouwelingen bij elkaar in een heilig woud en hij vertelt alles wat hij weet over de Romeinen, van jongens, dit is toch geen alliantie meer, we worden als slaven behandeld, we moeten wat doen en de tijd is rijp. En goed, hij vindt heel veel steun voor zijn plannen en dat wordt met een eed bezegeld, de eed van Kifelus. En de dag na
dit feestmaal, worden allemaal boodschappers naar alle stam gestuurd, naar de Kanadevaten, naar de Friese, om in opstand te komen. Ook krijgt hij bericht van de mevrouw rechts, Felida, dat is de zieneres en profetes van de Broektoeren, bekend in heel Germanië. Voor mij is zij een soort van Galadriel / Saruman van de oudheid. En zij doet een voorspelling waarbij zij het succes van de Bataafse opstand voorspelt en dat Julius Kieflus in opstand kan komen. Nou ja, in deze eerste episode van de Bataafse opstand komen de Kanadevaten in opdracht van Julius Kieflus onder leiding van koning Brino in opstand. En de westelijke Rijnlegers zijn ontzettend verzwakt, kunnen daar vrij weinig doen. En de Bataven, die zouden hun hulp komen, komen ze niet. Maar de Romeinen zien door die list. En die denken van, nou ja, als we deze aanval niet kunnen afslaan, dan steken we maar die hele limes in de fik. En in deze eerste episode zie je dat de Romeinen massaal terugtrekken naar Nijmegen om daar een eerste slag te leveren tegen de Bataven. Nou, die brandlaag, nou goed, dat moet echt heel snel gaan. Die Romeinen die hebben alle forten in de fik gestoken en hebben meteen de benen genomen en hebben alles meegenomen wat ze maar mee konden nemen. Die brandlaag uit de Bataafse opstand, die kan je overal waarnemen. Dus mocht je ooit een bezoek brengen naar Don Under, dan heb je deze muur hier rechts. Dat wordt dan ook de Rembrandt van Utrecht genoemd door de mensen die bij Don Under werken. En waar je dan op moet letten, is dat die donkere grijze band onderin. En daar zie je allemaal zwarte vlokjes. En daarmee kijk je recht in de laag van de Bataafse opstand in de tijd dat dit fort overeind stond en dat de Romeinen het in de fik hebben gestoken. Dus mocht je daar eens een keer heen gaan, let daar vooral op. Er zit nu een plastic band voor, maar dan weet je waar je moet kijken. Mocht de gids je deze leuke anekdote niet vertellen. Maar goed, de Bataven weten met succes de Romeinen bij Nijmegen te verslaan. Dit is echt een hele grote veldslag geweest. En daarna volgt nog een hele serie van meerdere veldslagen. En de Bataven die konden hier op dit ogenblik hun onafhankelijkheid terugkrijgen. En ook gewoon weer een onafhankelijke staat worden buiten het Romeinse Rijk. Maar hier begint eigenlijk ook, worden de zaadjes neergelegd voor de ondergang van de Bataafse opstand. Was het niet dat Julius Kieflus het fort van Vetera gaat aanvallen? Nou, dat is net een fort over de Nederlandse grens, bij Xanten is dat. En dat is de stad wat u hier ziet rechts onderin, een artist impression van een Italiaanse tekenaar. En dat was een hele groot fort waar twee legioenen werden gehuisvest, het 5e en 15e legioen. En dat fort werd geheel omsingeld door de Bataven, samen met de Friese, de Kanadevaten en alle Germaanse en Gallische bondgenoten die zich bij de Bataafse opstand aansloten. Dus dit was zo echt een belegering die maanden daarna in beslag nam. Maar de Romeinen die lieten daar niet bij zitten, het moraal was slecht en probeerden een tegenoffensief vanuit Mainz en Bonn op te zetten. Nou, dat werd uiteindelijk nog na een serie van veldslagen in de buurt van Vetera, waarmee de Bataven tijdelijk werden verslagen, maar alsnog leiden de Romeinen zoveel verliezen dat ze zich nog verder moeten terugtrekken, want ook de Gallische provincies komen dan ook in opstand en dan is letterlijk de shit hits the fan en de Romeinen hebben totaal geen gezag meer in het Rijnland. Wat er dan gebeurt, zitten we rond het begin, de winter van het jaar 70 zitten we dan. En Vespasianus komt er dan aan de macht en die heeft dan de Bataafse opstand die hij dan moet bedwingen. En hiervoor stelt hij niemand anders aan dan Kyrianus, zijn zwager, om een groots leger te gaan leiden, wat uit welverstaan 9 legioenen heeft bestaan. Dus een leger van pak en beet tussen 50.000 tot 60.000 manschappen die naar de Rijn werden gestuurd. En die trokken over de Alpen die leverden een grote veldslag bij Trier, waar de Galliërs samen met de Bataven werden verslagen en dus zo mondjesmaat het Rijngebied weer konden terug veroveren, waarbij een definitieve slag bij Vetera en in de Betuwe werd geleverd. En dat betekende het einde van de Bataafse opstand. Nou, dat die Bataafse opstand groot was, in veel artikelen lees je vaak van dat weten niet of het groot is geweest. Nou, inmiddels krijgen we steeds meer bewijs dat het best wel grote veldslagen waren. Nou, hier heb je een plaatje uit een opgraving bij Krefeld. Dat is een voorstadje bij Keulen. En daar is een opgraving geweest in de periode 2016-2018. En er zijn echt tientallen tot honderden
paardenbegravingen gevonden. En ook lichamen die te maken hebben met de doden en de mensen die zijn overleden tijdens die veldslag in de buurt van Vetera. En ook bij Kreeveld. Dus dit zijn echt wel forse slagvelden geweest waar ook genoeg mensen zijn omgekomen. Dus dat blijkt ook maar weer uit deze opgraving. Goed, het einde van de Bataafse opstand, daar is veel over te zeggen. Want de beide heren, Kyrialis en Julius Kyphilus, ontmoeten elkaar. En dat is een legendarische rivier waar zij elkaar ontmoeten. En dat is de rivier de Nabalia. Waar die rivier heeft gelegen, nobody knows. Wat we wel weten, is dat daar een brug overheen liep. En de Bataven haalden daar het midden van de brug over. En ja, dan zien we zo'n scène zien dat aan de ene kant Kyrialis komt aanlopen en aan de andere kant Julius Kyphilus. En daar werd ja, de vrede van de Bataafse opstand bezegeld. En in tegenstelling tot wat de Romeinen vaak doen, die gaan over tot represailles, die gaan zijn stam helemaal uitroeien. Bij de Bataven was dat niet het geval. Die kwamen weer gewoon terug in een oude status en dat is ook gewoon heel veelzeggend over de waarde die de Romeinen zien in de Bataven. Wat er daarna met Julius Kyphilus is gebeurd, weten we niet. De bronnen haken hier fundamenteel af. En ja, waarschijnlijk is die misschien net zoals Arminius door zijn broeders gelyncht. Misschien is hij door de Romeinen geëxecuteerd of gekruisigd. Of is hij gewoon in ballingschap gegaan. We weten het niet. We kunnen daar alleen maar over speculeren. Maar een ander leuk verhaal die er wel achteraan komt. Over de nasleep van de Bataafse opstand weten we heel weinig. Er zijn er maar een paar verhalen over bekend. En we weten dat de Romeinen ook jacht maken op de kopstukken van die Bataafse opstand. Een van de personen waar zij gretig jacht op maken is Felida, de zieneres der Proctoren. En dat is een veldtocht die zich in omstreeks het jaar 77 na Christus afspeelt, waar zij de Proctoren opnieuw willen willen overwinnen, maar waarbij dus ook deze priesteres gevangen wordt genomen en waarbij de Romeinen dachten, nou, we kunnen van haar diensten wel gebruik maken. Zij wordt dus mee naar Rome genomen en wordt zij gedwongen om haar diensten als grootste zieneres ook aan de keizer te verlenen. Dat doet ze dus ook. En dus zij gaat dus te boek in de Romeinse bronnen als een soort Rasputin van haar eigen tijd. Tot veel ergernis van het hof van Vespasianus en de priesters in de omliggende regio. Er is zelfs een vervloekingstablet aan haar gewijd, een epigram aan haar door de priesters van Ardea, waar ze haar gewoon eigenlijk belachelijk maken, een soort van doodwensen. En ja goed, ze leeft er nog vele jaren. Tacitus moet haar ook hebben gezien, hebben gekend en ook aan haar aanzicht hebben gekend of ze haar elkaar echt een echte persoon hebben gekend, weet ik niet. Maar wel dat zij heeft bestaan staat vast. Zij overlijdt ook in gijzelaarschap. Maar wat heel grappig is, in de periode daarvan komen we heel veel Germaanse vrouwen, profetes, tegen in Romeinse dienst. Dus ook in een volkstelling in de tijd van Domitianus in de jaren 80, heb je dus ook heel veel Germaanse koningen die worden vergezeld door zo'n zieneres. Nog veel markantere vondst is uit Egypte, bij de gouverneur van Egypte, waarbij wij uit zijn eigen de administratie van zijn kantoor, even zomaar gezegd, ook een Germaanse priesteres onder de naam Walenburg van de stam van de Semnonen wordt vermeld. Dus dat laat zien tot hoe ver die Germanen na de Bataafse opstand ook weer verspreid waren over dat rijk. Maar dit betekent niet het einde van de Bataven in dienst van de Romeinen. Sterker nog, we komen de Romeinen op veel meer plekken tegen. Kort na de Bataafse opstand worden de Bataven verder van huis weer ingezet, namelijk in Bretagne. We komen ze dus ook tegen bij de belegering van het eiland Mona, ook wel bekend als Anglesey. Dat ziet u daar als boven Secundum, rechts boven Wales. En dat is het eiland van de Druïden, wat de Romeinen niet veroverden. En ja, de Bataven stonden ontzettend bekend dat zij in volle bepakking met paard water over konden zwemmen. Dat deden ze ook. Ze stuurden een heel cohort naar het water over. En zo werd Mona veroverd door de Romeinen. Ook komen de Romeinen tegen, de Bataven ook weer tegen, ook in Schotland, onder leiding van Agricola, waar zij het tegen de Caledoniërs opnemen en bij de Montgaupjes een enorme slag weten te winnen voor de Romeinen. Een hele bekende vondst, zelfs van wereldnatuurlijke status, zijn de tabletten van Findolanda. Dat zie je rechts, linksonder ziet u daar een paar liggen. En
Nou goed, de limes is bijvoorbeeld UNESCO-status en Hadrian's Wall ook in Engeland. Maar de Engelsen waarderen deze tabletten hoger dan al die forten. Want deze tabletten laten ontzettend veel zien over het dagelijks leven die rondging in die forten. Dus je ziet er heel veel berichten in over van jongens, het bier is op. Of wat moet het met het hout? Hoe moet het gehakt worden? Waar moet het heen? Maar ook gewoon uitnodigen voor verjaardagen, feestjes, kroegen. Van alles zit er tussen die... Tabletten zijn zo'n rijke bron van informatie. En als je ze leest, dan denk je van... Sterker nog, de mensen zijn in 2000 jaar helemaal niet veranderd. Dus het is een ontzettende mooie bron en ontzettende waardevolle. Nou, we komen dus ook de Bataven tegen in Vindolanda. Dat is het fort wat je daar links ziet. Een voorloper van Hadrian's Wall, waar ze lang gestationeerd zijn. En kort daarna, als ze daar weg worden gehaald, komen ze ook weer tegen in Dacië, waar ze onder keizer Trajanus mogen vechten in de Tweede Dacische Oorlog. Daarna komen de Bataven ook tegen in de Balkan, vele andere plekken. En dan zie je dat ze niet meer altijd terugkeren naar de Betuwe, maar dus zich ook blijven huisvesten op de plek waar ze gelegen waren en waarbij dus identiteit en ook de etniciteit van de Bataven langzaam ook begint te vermengen met andere culturen binnen Europa. Volgens mij zit ik redelijk aan mijn tijd, want ik zie dat er nog maar 3 minuten op de teller zijn. Ik heb nog lang niet alles kunnen vertellen, want er valt enorm veel te vertellen over de antieke oudheid in Nederland en de Lage Landen. Mocht je het leuk vinden mijn boek aanschaffen, dan krijg je ook bijvoorbeeld het verhaal van Ambiorix te lezen. En de nederlagen en de overwinningen die hij leed tegen de Romeinen en Julius Caesar. Het complete verhaal van Arminius. En je denkt, ik wil de serie Barbarians kijken, maar ik wil toch meer diepgang en achtergrond hebben. Nou, dan is dit leuk dat je veel meer daar dingen hebt over Arminius. Je hebt het verhaal van de Friese opstand in 28 na Christus, wat in alle breedte wordt verteld. Het verhaal over Friese aan het hof van Nero, Veritus en Amorix, dacht ik even aan mijn hoofd, die zich willen vestigen in de Rijnregio, geen gelijk krijgen van de Romeinen. Dan denk ik, als we hier geen gelijk krijgen, dan gaan we gewoon naar Rome, dan gaan we gewoon gelijk halen bij de keizer. Super vet verhaal. En natuurlijk ook een heel tof verhaal over Julius Sabinus, de kleinzoon en vermoedelijke bastard kleinzoon van Julius Caesar, die graag ook ooit keizer had willen worden, maar uiteindelijk zich jarenlang in een grot moest schuilhouden. Maar goed, die verhalen die kan ik nu allemaal niet meer uitleggen. Die kan je allemaal lezen in mijn boek Weder over Wonderen. Dus ben je nu helemaal enthousiast voor mijn praatje en denk je van, nou, dat moet ik lezen. Ga vooral naar online of bij een boekenwinkel bij jou in de buurt. En goed, dan komen we nu bij het moment waar dus de vragen zijn. Dus ik ga nu ook meteen het stokje overgeven aan Willemijn, want er zijn hier nog vragen bij jullie als deelnemers, want ik vond het uiteraard ook gewoon heel leuk om dit praatje voor jullie te doen. Ik ga op haar praten, want anders blijf ik doorgaan. Willemijn, het woord is aan jou. Ja, super, dankjewel. Hilde, onze andere collega, die heeft de vragen bijgehouden. Dus Hilde, zou jij misschien degene voor willen lezen die van toepassing zijn? Ja, ik neem even het stokje over. Maar Alexander, dankjewel, wat een verhaal. Ik denk ook heel even aan de mensen die in onze virtuele zaal zitten. Ik heb het idee dat daar heel verschillende achtergronden aanwezig zijn. En mensen echt uit jouw netwerk, achterban, die helemaal in de Romeinse tijd daar veel bekend mee zijn. Maar misschien ook mensen die daar nog helemaal niet zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zie verschillende vragen van mensen die zichtbaar al veel weten. Nog niet vragen van mensen die misschien denken, jeetje, dit is nieuw voor mij. Stel jullie vragen als jullie willen. We hebben niet heel veel tijd ervoor, maar misschien kan het op een ander moment nog beantwoord worden. In ieder geval, ik zie verschillende vragen van Art. En Art, een ervan gaat over de grote slag, echt een historisch moment in onze geschiedenis, de slag van het Teutoburgerwoud. Ja. Hij zegt, de situatie waar die slag heeft plaatsgevonden was erg ongeschikt voor de passage van zo'n groot leger. Dat moest tussen de bergen en het moeras, moest het leger door een hele smalle passage. En ze zijn daar door Arminius in de pan gehakt, schrijft hij. Hoe kan het dat een ervaren aanvoerder dat nou kon overkomen? Ja, dat is heel veel discussie over het gebied van Kalkries. Het Teutoburgerwoud is ontzettend groot. En er worden jaarlijks nog steeds plekken aangewezen waar dan die slag echt de plaats heeft geworden. Maar Kalkries is nu de officiële plek. Ja, weet je, Varus die wordt gewoon om de tuin geleid. En hij wordt ook door zijn officieren en ook door enkele gemalen wordt hij gewaarschuwd. En ja, weet je, hij is gewoon ook blind voor de trouw van Arminius.
die zich daarna gewoon ontpopt als een van de meest beroemde verraders in de geschiedenis. En ja, hij wist ook dat het terrein ongeschikt was. En het was ook niet de geprefereerde route terug naar de Rijn. Dus ja, het is gewoon een grote blunder die er is begaan. Maar Varus staat in de bronnen ook niet bekend als een geweldige veldheer. En ook had hij ook weinig gevoel voor zijn omgeving als het ging in omgang met de Germanen. Dus hij had zich ook in het jaar 9 al niet al te geliefd gemaakt in Germanië. In de serie Barbarians, die je nu kan zien op Netflix, komt hij daar eigenlijk best wel royaal van af. En wordt hij eigenlijk veel mooier neergezet dan dat hij in de bronnen wordt beschreven. Maar hij is echt gewoon letterlijk om de tuin geleiden. En ja, het is voor ons archeoloog ook een mysterie hoe dat had kunnen gebeuren. Maar het is gewoon wel een feit dat het zo gebeurd is. Ja, verder kan ik er niks aan toewijden. Het is wat het is. Ik zie Art zijn duim opsteken. Is je vraag beantwoord, Art? Ja. Oké. Er is een vraag van een polderprof. We hebben een polderprof in de zaal. Op een gegeven moment noem je Arminius Osama tijdens je lezing. En ja. Hij heeft eigenlijk Osama, hoezo? Weet je? Hij was een held voor veel van onze voorouderen. Ja, weet je, ik vind het leuk om een beetje ook geprikkelde eigentijdse parallellen te doen. Bijvoorbeeld, we weten veel over de biografie van Osama bin Laden, die bijvoorbeeld ook gewoon vanuit Amerika, ook gewoon Amerikaans burger is, ook als je naar zijn familie kijkt. En is hij de meest niet voor de hand liggende man die ook die gebeurtenis op zijn geweten heeft gehad. Ik ben hier heel ongenuanceerd in door dit te zeggen. Maar goed, er zitten wel een paar parallellen in beide verhalen die je gelijk kan trekken. Maar Arminius wordt door de Germanen en ook ja, door de late nationalisten in ja, meer eigen tijds een grote held. In eerste instantie wordt hij ook door de Romeinen niet als een held vereerd, echt meer zijn verrader. Maar het is wel, in de Romeinse geschiedenis worden, ja, zoals zij het noemen, barbaren die hun op een bepaalde manier hadden verrast worden of een ja, grote nederlaag hebben geleverd, worden dan altijd wel weer later opgehemeld om te laten zien dat ook de Romeinen niet geheel onafverbindelijk zijn. Maar ook als een herinnering en ook om hun vijanden te eren. En dat zijn er maar een paar mensen in de geschiedenis die dat overkomt. En Julius Kievelis is daar ook een van. Polderprof, ik weet je echte naam niet. Maar ja, heb je nog iets aan toe te voegen of te vragen? Of is het goed beantwoord? Je mag jezelf unmuten, dan kunnen we je horen als je wat wil zeggen. Ja, hoi, ik ben Klaas Hemke en ik vind het heel mooi dit verhaal. Ik heb het boek ook gelezen. En, maar goed, je leest het natuurlijk altijd van, je noemt het weder overwonnen. En dus worden Germanen barbaren genoemd en wordt Arminius verleken met een Osama. Terwijl wie waren eigenlijk de barbaren, de wreedaards, zeg maar, die kwamen plunderen en veroveren. En dus ik vind het perspectief, denk ik van, nou, het moet misschien, nou ja. Perspectief is vaak vanuit de Romein, omdat ze beschaving hebben gebracht. En het waren kolonisatoren eigenlijk. Hè? Dus wat is wat? Dat is de vraag die ik tussendoor een beetje stel. Wat je ziet in de geschiedenis, je ziet, kijk in de serie die je ziet, en het is heel leuk om die te ontleden, is het heel zwart-wit. Het is van de barbaren versus de Germanen. En het ligt veel genuanceerd omdat die Germaanse stammen ook in de tijd ontzettend uiteenlopend zijn. En dat in mijn boek probeer ik een aantal van die elementen toe te lichten. Maar er waren ook heel veel stammen die ook trouw bleven aan de Romeinse zaak. En met het verraad van Arminius is het niet zo dat alles ten noorden van de Rijn compleet wordt weggevaagd. Het duurt nog jaren voordat de Romeinen zich echt definitief hebben teruggetrokken uit het Germanië. Maar er zijn ook stammen als de Chauken, de Amsivaren, de Friesen. Die blijven nog echt ruim decennia trouw aan de Romeinen. Voor de Friesen is dat tot 28 na Christus. En dan sluiten zij zich ook af van het Romeinse Rijk, politiek gezien. Maar ja, je moet het verhaal insteken op meerdere levels. En het is veel grijzer, veel genuanceerder dan dat je het in zo'n serie of zo vaak of vangen. En ja, ik vind dat soms heel leuk om wat eigentijdse parallellen daaraan toe te voegen. Maar dat is gewoon puur om je te prikkelen. En niet om daar een echte gelijkenis in te trekken. Maar het is gewoon puur referentiekader. Als je het even in de grootte der dingen moet plaatsen.
zie in de chat dat Klaas het er nog niet helemaal mee eens is. Nu doe je het weer, zegt hij. Kolonisators noemen. Ja, maar weet je, er is ook veel veranderd in wetenschap. Ik bedoel, in mijn boek kom je het woord romanisering ook niet meer tegen. Dat is ook gewoon bijvoorbeeld een woord wat in het verleden nu ook heel erg wordt gekoppeld aan koloniseren van ons gebied. En net zoals dat wetenschap ook afhankelijk is van jouw tijdgeest, zie je ook dat zich ook nieuwe modus zich ook in de wetenschap doordringt. Dus dat is ook een woord wat je ook niet meer tegenkomt in moderne artikelen ten aanzien van het beschavingsoffensief van Germanië. En dat is nu gewoon een heel moeilijk onderwerp van hoe moeten we dat noemen? En wat is dan de begripsvorming? En hoe zit dat met die identiteit en etniciteit? En waar ligt die lijn? Ja, dat is ontzettend moeilijk. Ja, ik denk dat de ene wetenschapper daar anders naar kijkt dan de andere kenner, liefhebber ofgene die er jaren mee bezig is. Het is een ontzettend tot de verbeelding sprekend onderwerp. Je stelt ook precies de vraag eigenlijk nu van Art, waarom dat woord voor romanisering nu niet meer gebruikt wordt. Nee, ik zag jou kijken. Wil je daar nog wat over zeggen? Kunnen jullie mij horen? Ik ben er wel verbaasd over en ik hoor nog niet wat er mis is met het woord romanisering. En ik weet dat het onderwijs misschien achterloopt, maar alle schoolboeken gebruiken het nog. Ja, nee, ik weet dat. Ik weet dat heel bewust. Maar als je in veel wetenschappelijke artikelen hier naar kijkt, zie je dat wetenschappers die zich op romanisatie bezighouden. En kijk, we kunnen natuurlijk degelijk niet ontkennen dat die Romeinen wel degelijk met een beschavingsoffensief bezighielden. En ja, daar hebben we gewoon als koepelbegrip romanisatie voor. Maar je ziet dat door wetenschappers die zich op dit onderwerp bezighouden, moeite hebben met hoe dat begrip wordt ingevuld. Dus je ziet dat in bepaalde wetenschappelijke kringen dat woord niet meer vaak voorkomt. Dus ja, ik kan je daar niet een heel bevredigend antwoord op geven, maar ik voel je pijn dat het in alle schoolboeken staat. Dat is wat het is. Ik denk dat we bijna de tijd heen zijn, maar ik zag nog een andere leuke vraag die ik wel leuk vind, omdat het zo tastbaar is. Je vertelde op een gegeven moment dat de Romeinen zelf de limes in brand staken, dus hun eigen forten in de fik staken, en dat we dat kunnen zien onder de Dom. Ja. Veel van ons die aanwezig zijn wonen misschien ook in Utrecht, zijn er al geweest of kunnen het gaan zien. Ik wil zelf inderdaad opnieuw gaan kijken. Maar de vraag is, welk bewijs heb je? Of hoe weet je eigenlijk dat dat ze het zelf in de fik hebben gestoken? Nou ja, in de bronnen wordt dat zo beschreven. Tacitus is hier heel expliciet over. Romeinen zijn best ongenadig als het gaat om hun vijanden. Als zij zich kunnen terugtrekken en ervoor kunnen zorgen dat hun eigendom niet in handen valt van de vijand, dan zullen ze er alles aan doen om het zelf in de fik te steken. Dus ja, echt de tactiek van verschroeide aarde die ze daar toepassen. Plus de situatie in het Rijnland was gewoon al kansloos voor de mensen die zich in het Rijn hier begraven. De Rijnlegers waren vrijwel leeggetrokken en Julius Scaevolus had op geen beter moment kunnen toeslaan dan dat. Dus ja, dit is de meest verstandigste zet die zij op dat moment hadden kunnen doen. En dat wordt ook door de bronnen bevestigd. En van Katwijk tot en met de Duitse grens vind je die brandlaag gewoon terug in meerdere opgravingen van Romeinse forten. Ja, gaaf. Hey Alexander, je hebt dit boek geschreven, volgens mij niet in heel lange tijd. Is dat uit je handen gerold? Ik ben al sinds mijn studententijd bezig met de Bataafse opstand. Dus ik wil altijd al een boek schrijven over de Bataafse opstand. Maar ja, goed, door de jaren heen groeit dat en gaat dat zo doen. Wordt het alleen maar groter en denk je van, wil je meer uitleggen ook over identiteit en etniciteit? Over de Bataaf, ja, dan moet je toch wat verder terug. Waar komen ze vandaan? Hoe zit het? Welke politiek gaat er ten grondslag? Waardoor de Bataafse opstand een veel rijker verhaal wordt. Over het boek heb ik 4 jaar gedaan, met plezier geschreven. Ik heb er echt van genoten. Dus dit zat al een jaar in mijn hoofd. Ja. Ik zie in de chat meteen ook de vraag voorbij komen. Wat wordt je volgende boek? Leuke afsluiter trouwens. Er komt een volgende boek. Dat boek wordt een soort prequel als een sequel op Wederoverwonnen. En het gaat getiteld onder Wereldreizigers. En daarmee ga ik waar bijvoorbeeld Wederoverwonnen echt, ja, weet je, het is een jongensboek. Het gaat over verraad, oorlog, intriges en van alles. En ja, weet je, er zijn nog veel meer facetten van ook onze samenleving, Germaanse samenleving, die ik niet heb kunnen
toelichten. Dus ook van ja, de kleding, de gebruik en dingen. Dus ik wil in het volgende boek veel meer de ruimte nemen om je veel meer ook te laten zien van het leven hier in Nederland. Maar ook in Scandinavië, Brittannië, maar ook naar andere delen van het Rijk waar de Romeinen in contact kwamen en ook beschouwden als ja, barbaren. Dus het wordt een werelds boek waar we ook weer terugkomen in de Lage Landen. Dus wereldreizigers. En dat komt er waarschijnlijk in 2024, 2025 moet hier liggen. Ja, nou, we gaan je volgen, Alexander. Heel erg bedankt. Ik geef nog even het stokje over aan Willemijn. Ja. Voor de laatste afsluiting. Nou, we gaan allemaal, kijken we uit naar je nieuwe boek, Alexander. 2024, we houden je eraan. Ja, top. Nou, bedankt iedereen voor dat jullie erbij waren. Hartstikke leuk. En wij voelen het goed gaan. Dus dat is mooi. Ik wil jullie uitnodigen voor de volgende lezing in deze reeks. Die is ook via Zoom en digitaal. Die is door Leo den Dulk over de tuinen van Mier Ruijs. 17 november, 19:30 tot 20:45. Ik heb begrepen dat de lezing vorig jaar ook werd aangeboden. Dus dat in no time volgt. Dus wil je hem volgen, meld je aan. Want zoals je zag, deze lezing zat ook zo vol. Dus wil je nog meedoen, dan kan je je aanmelden. Dus dan die krijgen jullie nog voor mij. En verder wens ik jullie naast Alexander, Hilde en Jaap een hele fijne avond. En we hopen jullie weer te zien bij de volgende lezing. Fijne avond.